haalt iedereen die achter je staat onderuit. Jezus, dat is lastig. Ja, ik ben ook heel vol van mijn handen. Oh, Jezus. Dankjewel voor die sub. Oh, sorry. Ik stond echt bijna aan de andere kant op daar. Fish. Ik ben nog heel! Ja, dat zag ik, maar je ging links ook. Op een rechtstuk. Wow, hier ging ik echt gek af. Nou, lekker. Ja, lekker rustig, hè. Geen grip aan de buitenkant? Of? Ik weet niet wat de fuck aan de hand was, maar dat was heel weird. Ik had hem in die bocht. Komt niemand daar? Op, dat is de eerste. Warnings. Ja, pas maar op. Dat gaat snel, hoor. Ik denk, bless, ziet me wel. Ik heb hem illegal. Ook nog illegal. Gele vlag, joh. Die ging in de gele vlag, hè. Oh? Omdat ik was even een spinnetje, maar... Oh, kijk. Nee! Je moet een beetje tikkie naar rechts uit niks. Kom op. Je was een vaker. Lig je er helemaal uit, Smash? Nee. Oh. Ik heb lekker voorvleugel meer. Smash heeft altijd een bijzondere gave om nooit er helemaal uit te liggen. Nee, precies. Dat is een makkelijke gave. En als hij er helemaal uit gaat, dan heb je 70 kleur. Ja, jezus! Hij is rood. Maar hoe krijg ik nou een warning voor track limits? Meen je dat nou? Die zijn streng, hè? Wauw, wat de fuck? Ja, dan moeten we wel even voor volgende keer fixen. Ik bedoel, ik vind het al spannend genoeg, 100% races. Ja, anders gaan de mensen... Ik denk oprecht dat de mensen gaan zijn dat die gedisqualificeerd worden. En dat is gewoon kut. Die pit shizzle staat ook aan. Dat je zelf moet inkiezen kiezen wanneer je stuurt, of... Ja, dat je in moet sturen. Maar dat had ik nog nooit gedaan. Dat staat aan? En nu nog niet. Ja, dat staat wel aan. Die had ik ook op broadcast gezet. Ja. Ik heb hem al op broadcast gespeeld, maar het was wel te laat. Hoe werkt dat bij wegrijden? Ja, dat gaat wel goed. Daar is coach de volgende warning. Nee, net niet. Oh, niet? Dat waren... Maar hoe rijden we? Ja, gewoon gasten, nee, dat ging wel prima. Nee, je moet alleen gewoon op een knopje klikken om te kiezen wanneer je instuurt. Het is gewoon hetzelfde als die andere game. Op rondje. Ja, dat heb ik tenzij pit assist uitzet, dan moet je inderdaad je clutch inhouden en dan je clutch los laten. Ja, maar dat staat bij mij gewoon aan. Het is gewoon hetzelfde, zoals altijd, alleen je moet extra klikken voor erin te gaan. En als je het niet doet, heb je gewoon een langzamere pitstop. Dan heb je een kutstop. Dramatisch. Mauw. Als je echt helemaal niks doet, dan heb je het dan is best wel traag. Ja, als je hem echt paars timed, dan heb je hem echt goed, hoor. Nou, het is vooral als je het niet doet, dan heb je iets van een stop van tussen van 3,5 seconden of zo. Als je hem normaal doet, gewoon groen, is het ook prima. Maar als je een paars hebt, dan win je er zoveel mee. Nou, zoveel. Paar keer. Ja, maar ja, is toch een plek. Wauw. De eerste. Safety car was nu leuk geweest. Oh nee. Is het even keihard af? Wat doe je op een knop, jongen? Je doet een helemaal lang. Fucking hell. Lander dan niet. Wauw, dat is nog korter dan dat ik op de wc zit. Is dit een keuze voor En die Virtual is dus ook een joke. Oké. Nee, echt gewoon helemaal niks aan.
Ik had daar wel meer spinnetjes verwacht, om heel eerlijk te zijn. Ja. Maar het valt iedereen op veilig. Ja, maar iedereen moet die corners halen, hè? Ook nog op softs. Ik raak redelijk op 7. Het is meer, ik probeer ook gewoon geen cornercuts te pakken nu en geen... Same. En gewoon even voorzichtig aan te doen in general. Thanks, Kev, dat je dit hebt mogelijk gemaakt. Dat er een Aston Martin gewoon vooraan rijdt. Geen probleem. Anders dan de safety car Aston, hè? Ja. Oké, prima, ja. Zo. We rijden buiten de putten, maakt allemaal niet uit, Smit. Nee. Alles staat aan om hem volledig af te strappen, maar... Jongen. Ja, oefen race. Ja, dit is echt ongenoeg. Pak hem, Niels. Nou, beste wedstrijdje wie de meeste strafsecondes kan krijgen. Ik heb een proces. Ja, ik drie nog maar. Hoeveel krijg je, bij hoeveel krijg je korting? Die recensentie? Nee, dat niet. Dat is zeg maar, je hebt er 10 en dan krijg je er 5. Ik vind die medium band voelt wel oké, hoor. Les, waar gaan we naartoe? Oh, daar ken ik wel misschien voor. Oh! Dat is een rijtuig. Ik reed achter je, ja, met de koos nog een spinnen. Paar meter bijna. Ja, dat zou niet iemand achter, vanaf achter. Ja, ik moest voor je remmen. Maar geef niet. Wat een strong. Echt rijtuigrondjes rijden, als in niks afsnijden. Wat vind ik dan, als je gewoon binnen de lijnen blijft? Just not for one. Dat is lastig. Ik durfde daar op een gegeven moment geen vol gas mee te geven. Ik was bang dat ik wel zou spinnen, omdat ik zo op een... Ja, die van mij liep ook naar buiten. Ik, weet je wel, van je hebt ook met die G-kracht te maken. Daarom wou ik hem ook niet helemaal naast houden de hele tijd, want ik dacht nou... Straks dan kom ik daar ook nog aan de buitenkant terecht. Op de laatste Aston Martin komt er al aan trouwens. Oh, lekker. jij bent nog wat verder. Samen met haar. Weer een track limit. Weer wat is dit? Ik heb gewoon een penalty, terwijl ik gewoon nooit met beide wielen gewoon over de tracklimit ben gegaan. Nooit. Ja, dat is belachelijk. Wauw, wie heeft de lobby gemaakt, he? Wat staat er allemaal aan? Als je gelet wordt, dan word je ghosted? Jezus, wat grappig. Ja? Ja, wat is dit? Alle kinderschoentjes en speeltjes zijn weer bij. Dat normaal. Oh, nieuwe strategie, dat denk ik zelf. Oh my god. Daar ging die bijna, zag je het? Ja, ik zag het, ja. Gaat snel hier. Heel snel. Oké, focus. We need to stay on form. Gaat dood. Nou, gaat ze meestal ook dood? Nee, ik heb deze track amper kunnen oefenen. En nou, iedere keer als ik iets over het lijntje ga, is meteen weer penalty. Oh, ja, ik heb ook een warning weer. Ja, ik had bijna warning, ik kon het net corrigeren, maar daar verloor ik wel echt heel veel tijd door.
kan nog zo hard rijden, maar als ik zo hard penalties zo hard rijden. Wauw, hoe kreeg ik daar een warning voor? Kom op zeg, hou op met die warning. Mensen gaan de finish doen. Wat weet je de warnings? Lekker man die warnings. Ja, ja. Ik rijd gewoon binnen de track limits. Ik heb gewoon twee keer op dezelfde plek warning. Dit zijn raar rijden. Dit heel ik. Het is gewoon time trial rijden inderdaad. Ja, dat is gewoon allemaal ghosted, dus we hoeven niet aan de kant. Ja, maar ik kan nu coast de auto ook niet zo goed zien door de rearview mirror. Oh, dat is heel kut met laserboomen. Ja, dat was kan je hele tijd gas op gaan, man? Ghosting, ja, toch? Gaan we. Ja, het is ghosting, maar dan zitten we in elkaar. Ja. Ja, je kan letterlijk geen reet zien. Nee, dat mensen überhaupt tijdtrijden rijden met een ghost car aan. Ja, dat is... Ja, echt hè. Ik vind het vreselijk, want je gaat dan naar de kant en dan hoeft het helemaal niet. Je gewoon gas loslaat, was dat prima. Ik weet ook niet waarom het aanstaat, ik heb het niet gezien. Hij moet sowieso even dus door die instellingen heen spitten. Zo. What the fuck, man? Gaat hij weer. Hetzelfde punt. Best die denkt nou, joh. Ja, maar... Ik heb gewoon 4 warnings gekregen, gewoon in de tracklimits. Ja, ik ben het aan. Hij zit bijna bij disqualificatie met zijn tijdstrappen. Ik zit al plus 6. Les staat op AI op het moment. Oh, ik heb er nu ook 1. Wauw. Heel goed. Hey. Ja, maar... Hou tot nu toe nog bij 1 warning. Ik heb ook nog 1 warning, maar ik heb nog niks. Gelukkig. Geen enkele. Ik heb er 2 volgens mij. Ik zat 1 keer heel dicht op de coach bij Kops en toen ging ik net echt van... Schip niet erbij. Kijk hier ook, dat heb ik geen centje uit de wereld staat. Ja, Kops vind ik misschien nog wel het lastigst. Oh shit. Dat was niet lekker. Hoe weinig dalkos hebben jullie jongens? Ja, vooral Koos. Kom gewoon niet dichterbij. Koos gaat echt wel zijn raket op het appelstuk. Ik rijd ook niet veel downforce, maar voor mij rijdt Koos nog minder. Ja, ik heb een hele lage downforce setup, dat had ik al gezegd. Ik los het een beetje op met Reek. Ja, ik had gewoon die setup van caps gepakt, maar... Ja, maar Reek kan niet meer mogen werken deze game. Het is nog geleien. Nou. Omdat je nu juist een vlakke auto moet hebben vanwege die tunnels. Je zou minder downforce. Je kan je auto nog altijd hoger zetten, dat doet Mercedes toch ook? Ja, maar dat is niet reek. Toch? Dat is het. Ja, reek is gewoon een bepaalde vorm. Of meer de offset van hoe hoog je de voorkant en de achterkant. Ja. Maar dat zou minder effectief moeten zijn, omdat je juist meer downforce zou moeten krijgen van hoe lager je de auto daar. Maar minder effectief betekent niet dat je er niet mee kan spelen. Nee, dat is zeker. Oeh, daar ging niet bijna. Yes. Sorry. Ik ben zo voorzichtig, hè. Ik ook. Ik ben de hele tijd aan het zorgzuchten. Wel vet dat we allemaal zo dicht bij elkaar zitten, maar... Nou ja, captionen. Ja, het gaat ook best wel lang goed tot nu toe. Het gaat eigenlijk wel te lang goed, hè.
kom zo dichtbij op die ERS momenten, jongen. Ah, ik weet het, ja. Ik dacht aan het begin van die sprint, ah, ik ga geen ERS gebruiken, want dan... Weet je, hij redde toch niet om vanaf zo ver te komen. Maar toen dacht ik, op het einde dacht ik, kut, had ik dat wel moeten doen. Dat was niet een lekkere bocht. En eruit. Ah, fuck. Weet je ook weer, Mark, van de tegen mij te schreeuwen dat er een koosje was? Kijk maar nou, jongen. Ja, nou, Alfa dan ofzo. Dat weet ik. Trek Linders. Nee, niet. Ik gespaard voor het spel. Ik vond het Trek Linders. Het is wel vaak zo als je bijvoorbeeld een fout maakt, dan is het nog wel eens zo dat ze je gunnen. Maar... Echt een oversturing. Nou, hoe was het? Is oké. Hoe is dat een track limit? Dat je met twee wielen nog aan de goede kant van de witte al een hele tijd, maar dat klopt echt niks. Dat is een player ook hoor. Tuurlijk. Zullen vast de lijnen verkeerd getekend hebben. Nee. Ja, de start regen een beetje aan de binnenkant en de buitenkant, ja, maar... Ik ga het al. Daar kan je helemaal niet echt buiten rijden. In het laatste knikje. Hij wil gewoon glijden die bocht de hele tijd zo. De kops. Oh. Dat is het. Wat was er nou? Oh daar. Never mind. Ik was ook aan het zoeken. Okay, clear. Okay, there's been an incident on track resulting in loose debris. Fortunately, the marshals have managed to clear it up in time and there are so far no plans for a safety car. The force is strong in this one. It's morning. Serious. Oh, dat was ook een mooi. Godverdomme. Maar er komt een heel treintje aan, joh. Dat was het ook echt miniem, zeg. En dan krijg ik een warning. Ah, helemaal verkeerd af. Oh, en dit is een time penalty. I'm afraid you've been given a time penalty for that last incident, mate. Oh, Jezus Christus. Oh, daar hoorde ik een auto van me afkomen. Seconds.
force is strong in this one. Oké, jij naartoe, Koos. Ja, ik ook al. A decent time in the pits and the team will be hoping they can get back into action as fast as possible, so they don't lose too much time from this stop. Ik ben benieuwd dat PMV het rondje kan rijden. Banden zijn echt een ding, man. Hou er wel rekening mee, man. Banden zijn wel echt een ding. Ja, ik weet het, ik moet echt tegen het kop halen, meneer. Oh, sorry. Koude banden. Ja, dat bedoel ik. Die koude banden zijn echt... Ja, die zijn weer verlest inderdaad. Bandentemperatuur erbij. Helemaal harde banden. Dat gaat hij al. Inderdaad, 70 graden. Hè? Het is alsof ik aan het schaatsen ben, jong. Nog een paar, nog even. En dan krijg je ze gewoon op kamertemperatuur. Voor de 2024. Geen tireblankers. Ja. Dat te maken met net positive of? Ja, onder andere. En ze willen het gewoon meer exciting maken. Dus gewoon meer driver skill. Als je... Maar ook inderdaad dat ze niet, weet je, dat is gewoon gewoon energie die je gewoon verbruikt. Nee, ja, niet goed. Eigenlijk als een slak door kop soms gevoel. Holy shit. Don't make it to back it is het interessant. Ah, 2x2 is erop gevoerd, dat is lekker. Oké. Okay. Dat Koos en Sido daar al ging, maar dat waren dus Jero ook, en Astros. Oh. Jezus. Dat is belachelijk, joh, dit. Hij gaat buiten om en ik krijg een warning van... Ik weet niet waar ik mijn DRS kwijt. Ik ben even oh, een fuck. Dus ik ben even... Hoe op het... ja, dat is ook hier. Is het niet vol te houden? Nee, hobbelt. Het beeld hobbelt. Ja, dat is dat vol. Lekker hoor. Toch mooi, dat is toch realistisch. Ja, het is heel realistisch. Neem maar van de vorstelijk van sturen. Maar Blaise, krijg je dan ook last van je rug? Nee. Ik heb net als allemaal uitstappen. Ja, precies. Krijg je bonuspunten. Ja. Dan kan ik de vorige eens vooraan starten. Ik merk wel dat ik echt super veel tijd verlies. Ja, dat is af en toe schaatsen met dat ding, hoor. Dat was meer time warning. Doe nog altijd eentje beter dan mij, ik heb al twee warning. Ik heb al een keer al time penalty. Aan het einde van de Wellington Strait heb je dan, kwam ik net echt gewoon een centimeter te wijd uit. Warning. Dat het gewoon verder is. Maar ik pak de eerste bocht pak net iets te veel. Oh ja. Ja, als je net een beetje over die curve heen gaat, of juist naar de buitenkant komt. Zo mooi. Nee, hij pakte de binnenkant te veel. Zo ja. Bambi on ice, jongens. Mm-hmm. Oh,
klassieke. Oh, dat mag ook niet. Dat de volgende 3 seconden zie ik al achter me verschijnen. Yep. Wat een gezeik. Zo klacht hij niet meer. Ho! Was die overkeur toch niet zo'n slecht idee? Ja, ik zat eerst op een soft, medium, soft. Maar toen dacht ik, ah, als jullie ook dan meteen naar hard gaan, dan doe ik dat ook wel. Ga even kijken door die goes. De shirt aan de buitenkant daar is naar. Uitkomen van die lange doordraai bedoel je? Ja. Ja, je kunt ook snel, je komt ook snel daardoor op het grind terecht. Hè. Maar ik in de bocht kom ik gewoon dichterbij, maar dat raakt een stuk bij, ik wil weg. Ja, ik merk het. Ik ben blij dat ik nu uit de DRS ben. Ja, dat snap ik. Dan ben je toch even met je ERS bezig om te verdedigen. Nu kan ik gewoon vrije rondjes rijden. Ik heb weer een ticket geredeemd. Ja, kun je weer een safety car, of ik bedoel een supercar. Ja, ik denk het, ja. Ik hoef nog maar even te unlocken. Wat lachetje. Ik had wel een paar unlocked op EA. Heb je die mee kunnen nemen? Heb je niet mee? Natuurlijk niet. Wat denk je wel niet? Nee. Wil je niet? Ons platform, hè? Dat is natuurlijk ook een heel ander platform. Hoe lang zullen we moeten wachten op echt cross-platform, denk je? Oh, ja. Cross-platform moet gewoon met cosplay toch? Dan dus, kijk op z'n minst december. Mijn gok is december. Ja, mijn gok ook. En meestal laatst voor het nieuwe seizoen. Mijn gok is volgend jaar. Ja, gewoon in de nieuwe game, niet in deze. Ja, het kan gewoon niet met deze engine, joh. Nou, dat weet ik niet. Kan niet met deze engine, dat is al gebeurd met deze engine. Ze zijn letterlijk al in development. En voor mij zijn er letterlijk al playtests, maar. Ja, maar dat is bij FIFA ook en het zit er nog steeds niet in. Dus het gaat gewoon FIFA niet komen. Je kunt niet zomaar vergelijken met FIFA. Maar ze gaan dat gewoon niet doen. Die heeft ziet allemaal geld, joh. Tuurlijk gaat het wel weer komen. Het is al beloofd. Tuurlijk gaat het wel komen. Het is beloofd. Ja, maar ze hebben al jaren geleden dat beloofd. Het zit nee, helemaal niet. Ze hebben het voor dit jaar beloofd. Ik heb het echt al zo vaak gehoord. Oh, we gaan cosplayen. Want we willen net zoals Fortnite en Warcraft. Letterlijk als functie beloofd. Ja, ik vind het een leuke hebben, maar dat is gewoon niet zo. Deze doos ook 8K. Nee, je zit echt uit je nek te lullen nu. Nee, we gaan het zien. We gaan het zien of het er ooit komt. Natuurlijk. Ja, komt het deze game wel, maar... De vraag is of het heel useful gaat zijn, want het is wel weer, weet je... Ik vind het gewoon een rare uitspraak dat ze zeggen, ja, de game is in development. En dan denk je, ja, hallo, je hebt de game van uitgemaakt. Nou, dan moet je zeggen, dan betaal je nu de helft en als je afgestand hebt. Ja, net die keuze heb je zelf natuurlijk om geld uit te geven, ja of nee. Ik heb nou alweer 2 warnings gekregen dat ik gewoon letterlijk met mijn neus over de curb rijd en hij geeft me een warning. Ik vind het wel bijzonder wat jullie allemaal aan het doen zijn, want bij mij valt het eigenlijk wel mee. Ja, tuurlijk, als ik echt duidelijk buiten de baan heb, krijg ik warnings. Maar ik zie een tracklimmers, dat is toch met beide banden over de streep, of niet?
twee banden dan. Niet vier banden, maar wel twee. In het echt wel, maar in de game niet. Weet je vast. Voor mij is in de game, voor mij is het officieel ook gewoon dat je twee banden op het checkout hebt. Nou ja, sommige punten, als je twee banden gewoon nog op het zwart hebt, dan dat tikt je hem af en toe ook af. Bij sommige tracks. Ja, ik heb hier nog geen last van. Ik heb zelfs wel een keer gehad dat ik bij de eerste bocht dacht van nou... Maar ging ik toch vrij hard over die curb heen, maar... Jezus! Die met de medium gaan wel lang door, zeg. Ah. Hebben ze dat hele Jeff-systeem er nou uitgehaald? Is dat het ding? Nee. Bedoel je de mechanic? Nee, het is een andere... Ik kan niet meer met mijn pit reporter unit praten. Zo niet. Ik kan gewoon op R1 drukken en dan kan ik zeggen van full race update. Zal het mijn key mapping wel zijn? Nee, het zit gewoon in. Zijn jullie met elkaar aan het vechten, zodat jullie in één zoveel tijd verliezen? Posten en zo. Ja. Ja, en zero. Oh, het is wel ver zeg, om met helemaal met de hard naar het einde te gaan. Wauw. Ja. Ik durf het Koestaan ook niet nog te pakken. Waar jullie bezig waren. Had ik bijna Hamilton gedaan. Had je bijna allebei tegelijk gepakt? Ja, ik had ze bijna allebei tegelijk. Maar zo hard een badass met elkaar. Ik weet niet. Het voelt, ik vind het toch geen fijne race daar in deze hard, moet ik zeggen. Alps en Jero zijn dus met elkaar ook op inhalen, hè? It's gonna take a lot to take me away from you. There's another 100 men on my own to ever do. Nee, shit, I'm just the race down in Africa. Gonna take some time to do the things we never had. Wanneer gaat Koos weer Fortnite spelen? Give the people what they want. Thanks for the sub, sorry. Ik ben echt vol in concentratie, jongens. Dat moet ook wel. Dus het is hier... Heb het gaan toe. Ik krijg het niet gratis van mij, Koos. Nee, dat snap ik. Maar andersom ook niet. Nou, blijf zo doorgaan, jongens. Ik ben trots op jullie. Ik vind het ook allemaal best. Nu alleen nog zorgen dat we iets van debris op de track leggen, zodat Caps zijn auto naar de tering gaat ofzo. Wow. Of de ja, van Niels. Zullen we dat anders niet doen? Ik bedoel, Ferrari P1 zou toch ook wel mooi zijn. Of Red Bull. Ik kreeg niks meer caution. Ik weet niet wat daar gebeurde, maar... Ik kom amper dichterbij bij die medium runners, joh. Die hebben een goede pace. Ik denk ook niet dat hardste way to go is eigenlijk. Ik denk toch beter met soft, medium, soft kunnen doen. Ja, ik denk het ook. Oh, dat staat blijft.
tag. We're currently trailing our teammate by 13.3 seconds. Oh shit. Het ging bijna. Die dagkaps mag best bijna gaan. Ik zie nu echt dat Jero en Alf is, maar dat moet, die moet ik ook eerst nog maar eens even zien in te halen. Want... Oh shit. Vind je dat goed? Het was bijna een. Ik deed punten bij net als Hamilton Verstappen er even af. Nou ja, hij stuurde er een beetje tegen mij aan, volgens mij. De force is strong. Ik heb het idee dat ik een beetje te veel begin te vragen van mijn hart. Hoeveel procent zit je? Dat heb ik nu ook een beetje, want ik dicht bij Alphen zit. En ook en Gero, die moet ik nu allebei inhalen. En dat is echt wat verschrikkelijk. Thanks, Blast. Want deze banden missen gewoon een beetje gewoon die base grip. Die smeert toch eens gaan, joh. Ja, even door, Emiels. Even door die blauwe vlag heen. Oh, hier gaat het al in mis. Oh, ik heb ook... Oh. Nee! De bocht. Ja, samen de bocht in. Oh, dit... Ik zie gewoon niet. Dat is kut, hè? Gelukkig neemt Smeets hem niet helemaal lekker. Ja, Niels, draai weer. Ja, het is echt super kut om deze guys in te moeten halen. Oh. Niet te doen. Ja, ik zat er natuurlijk ook de hele tijd achter. Tot ik me piste. Ik dacht even dat ik hem helemaal kwijt zou zijn, maar dat viel mee gelukkig. En net wou ik al bijna dacht, oh, dat is een ghost car. Toen was het Gero. Oh, weet hij dat ik hier zit? Weet hij dat ik hier zit? Weet hij dat niet? Ja, dit zijn spannende dingen hoor, dit. Zeker. Verschrikkelijk. Kunnen jullie een keer gaan pitten, joh. Jullie zijn al 2500 op die minis aan het rijden, joh, gekken. Ah. Ja, die gaan lang mee, hoor. Ja, echt. Nou, dan weet ik wel weer een foto van haar hier als staat. Ik heb ook soft, medium, soft gedaan. Ja, nou, nee, dat was mijn plan, maar ik dacht, nou ja, ik cover maar gewoon de rest. Blijf een beetje in hem rijden, sms, dan zit hij. Ja, gaat lekker. Oh. Ja, dan mogen we wel wat settingen aanpassen. Ja, dat is 3 seconden. Hij gaat hem winnen. Ook mijn eerste 3 seconden binnen, jongens. Nee, geen tricklets.
Die showstopper zit op een blinder van de challenge, dat is niet normaal. Sorry, nieuwe banden. Ja, geen probleem, ik zag het. Kijk hoe het gaat met deze game zonder lichte met lichte schade. Maar die mediums die zijn prima. Ah, Hamilton was ook wel fijn. Ja. Lichte schade had hij niet wat beter als vorige game. Beter. Niet onmerkelijk. Oké, gap to the car ahead is 12.5 seconds. Check je MFD, maar dan zie ik dan helemaal niet op mijn scherm. Cool. Zet ik weer terug aan of aanpassen. Lijstje ging de verkeerde kant op. De bril achterstevoren op, denk ik. Wel lekker om even te kijken, denk ik. Tweede rondje medium zit er ook niet in. Tweede setje. Ik ben er maar één of voor, of niet? Ja, dat is voor één, hè? David? Ik denk dat alles een uitdaging wordt voor jullie. Laatste rondje even pitten en dan joh. Nou, hij oprecht heeft hij gewoon. Ik denk dat hij evenveel pees heeft als ik heb. Terwijl ik op. Rotverdoes. Op hard zit en die veel jonger zijn. En hij zit op hele oude medium. Ik begin nu echt. Warning naar warning te pakken.
to the current front is 15.1 seconds. Head is up by about 15 seconds. Next car, 15 seconds. Okay, clear. Die Alfred gaat zo meteen naar de soft, jongens. Ik ook, ja. Ah, gelukkig. Ik heb zo'n pioen. Hij maar heeft ook een stomp. Je ziet het ook gelijk, hè? Ja, nee, ik zag in één keer een zwart-wit verschijnen. Verschijnen. Nou, helaas. Ik reel. Ik denk 20 rondes met twee warnings. Ja, ik had ook heel lang twee warnings, maar toen daarna pakte ik in één keer nog twee warnings. Echt heel snel van elkaar. Ik kan in de side mirrors kijken, ik heb een ultra wide scherm. Dat kan je alleen op de stream niet zien. Dat was hem! Ah, jammer. Ah, jammer. Debris on the track, be careful. Niet altijd kan het zeggen, die blijft voor mij gewoon hangen. Ja, ik blijf hangen. Moment 2. Ik sta stil! Ja, ik had ook. Ik ging op het rechte stuk en ik zat 2 seconden onder. Ik moest echt stil gaan staan. Ja, ik ook. Sorry jongens, sorry. Ja, nog even wennen. Kan gebeuren. Is oké. Okay. Nou, je hebt het lang volgehouden, Volgende race beter, joh. Ja, zeker. Klinkt toch best aardig? Ja. Spaceman. Ja. Oh, optimaal. Maar het fout ging is, ik heb geen volledige race gereden. En daardoor was de benzine... was ik niet aan gewend, hoe zwaar de auto was. Ja, dat is wel een dingetje inderdaad. Dat is zeker een dingetje.
Was het wel. Met halfraces en zo, dan pakt hij niet de volledige zwaarte of zo, geloof ik. Of zo. Nee, tenminste, dat voelde ik niet. Nee, ik wil niet andere. Godsamme. Weg, ga weg, ga weg. Ik heb geen mediums meer, wat is dit? Nee, joh. Zit er mediums op, terwijl dat die op rood staan. Ja, niks aan te doen. Ja, ik moet gewoon echt letterlijk stil van je. Er moet geen meter meer zijn, Koos. Ja, dude, ik moet letterlijk stilstaan van de shit, man. Ja, ik ook. Safety car catchen, maar dat moet met de Delta. Oh, wat is dit nou? Delta is bijna ook de hele tijd. De Delta is too low, je might risk a penalty. En ik ga gelijk in het rood. Hij is bug, die Delta. Ik moet de safety car catchen en ik krijg elke keer penalties. Ah, jongen, wat is dit nou? Oh, kutzooi, jezus. Hé, wat is dit? Waarom word ik ingehaald door Smash Rock of zomaar? Dat maakt Smash nooit uit, Smash denkt daar... Wat is dit? Nu krijg ik weer in één keer, min 3 seconden, broken, what the fuck? Man. Ja, dat Per Smash Rock, oké. Okay. Maar nu krijg ik weer de 3 seconden dat ik weer Delta heb, negatief. Diepzend, man. Ah, godsamme. Wat een battles, goed, hoor. Dit is echt wel. Dit is doet, een handje, hoor. Hey, de safety car komt eraan, door. Ja, maar wij krijgen elke... Nu moeten we weer 4 seconden, maar ik rijd door. Het safety car moet wel. Het spel is zo goed gemaakt. Ik word ingehaald door de safety car zo, ja. Gekker, hè? Ik mag niet weg. Nou, blijf je met achteren daarbij wel, anders krijg ik weer een penalty. Wat is dit? Nu krijg ik weer een drive-through? Ja, what the fuck? Lijkt me lekker op een tempo rijden. Jezus Christus, wat een bullshit. Maar net als ik oprecht, dan reken ik op goed tempo. Dus heeft en dan zoek je automatisch van wat op iemand rekenen volgens doorrijden nu. Terwijl Jerry hebben we wel stilstaan. Ja, ik heb rode band geselecteerd en ik krijg gewoon witte. Jezus. Ja, lijkt wel of ze gewoon geen QA hebben bij Codemasters. Nee, dat doe ik niet. Elk jaar hetzelfde van. Dan stopt deze band uitrijden, maar dat speelt geen rol. Raar. Ah, nu is de Delta weg, maar ik heb wel een drive-thru gekregen. Heerlijk. Doe het gewoon. Maar wel weer nieuwe bugs, dat is wel weer interessant. Ja, dat ging net. Ik heb nog gewoon een drive-thru gekregen voor niks. Dit zijn bugs die ik. Dit is altijd wel iets met rondom de safety cars. Dat is verschrikkelijk. Die hebben ze dus nooit getest, denk ik. Ah, wie gebruikt er nou safety cars? Dat zegt iedereen toch uit? Ja, iedereen in de links. Look after these tires now. We want to finish the race on this compound. Oh, zo. Waarom ging je niet meteen naar binnen, Koos? Ik twijfelde nog, maar toen ik zag hoe langzaam we moesten rijden, had ik zoiets van, might as well, want nu is iedereen aan kunnen sluiten. Ik dacht dat de gaten onderling weet, sneller gevuld zouden worden, maar dat kon dus niet door de bug. Dus ja, oh, we're dropping too far back. Ik denk oprecht dat mijn race naar de Malamoer is nu door deze shit. Maar die van mij ook. Ik moest echt letterlijk stilstaan, vraag maar Niels. De hele tijd. Ja, Smash en ik ook. Ik had het eerst ook, alleen toen daarna hield het bij mij op. Maar ik reed op een gegeven moment echt bijna de achterkant veel, omdat je in één keer zo traag moest gaan. Ik had bij de start ook, gewoon 70 kar. Gewoon min 5 stond hij op of zo. Ja, bij de start had ik het ook, ja. Bij de start stond ik op een gegeven moment gewoon stil met het rechte stuk. Ja. Maar ja, uiteindelijk is het voor mij... Een beetje temperaturen die banden gaan halen. Oh, dat is niet zo. Dat is niks. Caps 8 seconden, wat heb je gedaan eigenlijk? Nou, Blast haalde mij in achter de 70 car en dat mag niet. Hey. Ze ging niet terug en te kreken in jullie overtake. Lol. Dat herken ik ook wel. Ja, maar live. Ik hoop dat je dat leuk vindt. Ja, super, ja. Ja, geniet ervan. Ja, hè?
kun je ergens bij elkaar ergens in iemand zijn appartement even auto's gaan bekijken en koffie drinken ofzo. Krijg je ook bij dat is voor of... Raakt je blijft nou, boemer? Nou, start finish nu. Nou, dan ben je bijna. Oh man. We gaan door. We nog in totaal meeracen. We zijn bij de oude start finish. 13. 13 nog in. Twee uitvallers. Ik wil niet zeggen, maar twee, ook twee nieuwkomers. Echt een pro's nieuwe. Ja, track limits voor de 70 jaar. Penalty. Nice. Ja, geef hem de penalty. Stuur hem eraf. Tikkie. Alf is op rood? Ja, het kan. Het kan. Nou, het kan vanaf nu kan het wel. Helemaal omdat de 70 jaar nog best wel poosje. Ik had gewoon een rode band moeten krijgen, maar ik heb mijn witte, dus ik moest ik nog eens gaan. Ja, oké. Ja, super klote, maar Alf is... Alf is... Wordt er afgebeekt. Wat, door de safety car? Nee, de blast. Oh, nice. Sorry man. Wat zijn jullie aan het doen? Ja, iemand moet mij voorbij. Oh, blast en ook tegen Jerry. Moet ik jou voorbij smashen? Hey, jongens. Voorbij, snel. Ik mag gewoon hier. Oh, ik heb van de racelijn, Blast. Ga van de racelijn. Jij hebt pot of leugen, dus ik heb binnen. Wat een joke. Maar nu lopen ze wel achter. Oh, drive-thru. Zeg maar, de hele kopgroep heeft een hele grote start kunnen krijgen. Ja, dat is mij. Ik ging maar gewoon lang. Ik gewoon lang. Nick heeft geen boomer, stopte ook. Oh, jongen, daar zit ik. Oh. Waarom hebben we maar één set mediums gekregen voor deze race? Ja, ja dat merkte ik ook. Oh, ik heb nog geen mediums. Dat stond vast. Dat stond vast. Ja, het was drie keer rood, één keer geel en één keer wit. Dat was de instelling die vast stond. Niet opgelopen. We kunnen nog terug, hè? Ja, doe maar opnieuw. Die staat. Ja, de FE2. Oh. Dan laat me zitten. Ik was even mijn banden wisselen. Ik moet eerst de drive-thru inlossen. Nou, er was meer dan genoeg ruimte voor twee. Ik klipte de Apex in ieder geval hoor. Nou, kijk wat ik nog kan doen. Dat was super weird, want bij mij leek het alsof je best wel ver nog voor blijft. Toen ging je in één keer rond. Nou, het zal wel desync of zo zijn voor je. Bij mij raakte een Blast even maar niet, maar ik zag het niet. Maar het is sowieso raar dat Blast kan raken als hij een achterligger is, want die waren ghost. Ja, hij ghost namelijk. Goed is. Oh, daar is 70 jaar dus. Bij de 70 jaar. Man, ik wel. Weird. Ja, zeker. Het spel. Het zag er ook heel apart uit, want het leek wel, zeg maar, het zag er wel uit alsof je een tik kreeg, maar je kreeg geen tik. Nou, volgens mij remde mijn auto ook af omdat ik de safety car naar binnen ging. Nou, ik had net ook. Ik zat net ook op het einde, want toen had ik jullie allemaal ingehaald. Ik dacht, nou ja, dat was heel raar. En toen had ik ook. De safety car was al in de pitlane en toch werd ik nog afgerend. Toen mocht ik niet hard. Het voelde ik een beetje raar aan de snelheid die ik had toen opeens. Wat blijft er niet wachten, denk ik wel. Thank you.
Leidt overigens wel voor om safety cars helemaal uit te zetten, maar zolang deze bussen zijn. Jullie hebben echt zo'n gigantische voorsprong gekregen. Dat is ook echt niet normaal. Jullie hebben gewoon 10 seconden eerder mogen wegrijden dan wij. Het is in ieder geval geen drive-through, Koos. Ja, dat is gewoon kut. Weet je, ik heb nieuwe banden, ja oké, cool. Maar dat gaat, ga ik niet meer dichtrijden. Ja, ik reed maar gewoon door, want dus op een gegeven moment stonden ze allemaal stil. Ik dacht, ja, ik kan wel ook stil gaan staan. Ik neem jou niks kwalijk, of jullie überhaupt, die ervoor geprofiteerd hebben. Alleen Blaze. Je doet gewoon wat je in de schoot geworpen krijgt, natuurlijk. Maar dit is toch helemaal kut. Yeah. Yeah. Ook hoe ik helemaal stil moest staan. Hé, maar ook de crash van Cap, dat klopt voor mij ook niet. Want ik zag echt niet dat Blaze niet raakte, maar... Maar volgens mij was het inderdaad, omdat Blaze daar nog stond, was hij helemaal gebukt. Wij konden allemaal nergens naartoe. Nee, ik had voor mij Leefje Bloemen wel Blaze niet voorbij gaan of zo. En die stonden allebei volledig stil. En toen moest ik wel uitwijken, toen was ik er langs. Ja. Wow. Oh, shit. Hey, ja, die game is echt gewoon heel buggy, hoor. Ja. Maar hey, Blaze, ik vind de safety car prima, ook al voelt het soms oneerlijk, maar dit is gewoon straight up bug shit, man. Nee, fuck. Dat was echt net een randje. Inmiddels beginnen de seconden op te tellen. Ja, maar echt, het zit nu wel. Dat is bijna volgens mij drive toe. Oké, dat was hij voor mij. Nou, dat was Blaze. 70 jaar. Het gaat dopen in kut 70 car. Nu ben ik naar binnen gewild. Ik ben net voorbij een put, hè. Ja. Same thing. Oh man, toen ik naar de VR ging, ik kreeg met de feedback van mijn stuur, kreeg ik gewoon stotteren, zeg maar. Als ik een gold zei, zeg maar, ik heb die hele beeld stotteren. Ah, voor mij zit je zo in mijn nek voor het laatste puntje. Zit je achter de nummer 1. Gaan we eens met je nieuwe strategie. Delta game. Tuurlijk. Ik rijd vol gas en de delta loopt op. Ja, what the fuck? En ik moet net weer stilstaan. Delta K. Ik denk dat het een goede keuze was, maar... Oh? Ik denk het niet aan, maar... Ik nu weer datzelfde gezorgd met dat je Delta was. Ik heb een uur weg, tenminste blijft hij weg. Ah, ik durf nog niet vol gas te rijden daardoor. Nee, ik ben zelf aan de gat. Ja, hij is volgens mij wel gewoon te doen. Ik dacht dat het een grote gat was. Volgens mij gaat hij keer... Oh, sorry. Ik had vorige keer met Smash, daar reden we vlak voor de 70k uit. Ja. Moesten we 3 seconden gas geven en dan moesten we 5 seconden wachten. Hij kwam steeds dichterbij ook, die 70k bijvoorbeeld. Volgens mij gaat die delta pas weg wanneer de leider bij de safety car is. Ja, maar net dus niet. Net bleef hij dus. Nee, hij was bij mij al weg daarvoor. Weird. Ja, bij sommige mensen bleef hij inderdaad. Wegkomen. Ja. Ik had net dat hij even weg was en weer terug. Was de strong. Toen Cap heel even de safety car voorbij is, toen was het geen gelukkige delta. Oh. Ja, ik kreeg ook in één keer een delta strike. Maar dan ligt inderdaad, denk ik, de leider bij de safety car niet zijn. Ja.
Hier hebben ze meer strafpunten voor ons, dus niet te veel risico pakken. Nee. Stel voor, jij maakt ruimte voor mij. Dan maak Koos ruimte voor mij en dan komt alles goed. Het is een teammoord zelf, is het? Ja, je moet 10... jij moet 10 lengtes houden, denk ik, om te verdedigen, Koos. Ah, gewoon niet op de race blijven. Komt het goed. Even de weg vrijmaken, Alvis. Gewoon een keertje niet remmen bij een bocht. Hey, we zijn alle volle, drie zitten dicht voor je. Maar ik heb de rode band. Ik heb brand. Ik ook. Dus kegels eraf. Zit, maar dat daarmee zit kan je extra vast. Goed remmen, hè, met die rode band. Moeten we gewoon niet blijven volgen, gewoon. Dan komen we er vanzelf voorbij. Pas op, hè, Alvis. Ja, dan pak ik je. Ik zal ze afhouden. Maar Niels heeft ook rood nu, hè. Ik zal ze afhouden, Niels, voor je. Dan kan je ze daarom moet je gewoon pushen, als je kunt moeilijk traag gaan blijven. Leppen. Andere teamwoorden hier. Ja, daarom. Ik heb nog een tanden ervoor die gaan me helpen. Heb je nieuwe witte shit of niet? Nee, dat zijn de oude. Oeh. Dus jij gaat even een Leclercje doen zo? Ik denk... Nee, dat zou het echt bijna een replica zijn van... Ja, het is nog 10 rondes, dus... We kunnen 1 en 2 worden. Nee, ik heb als we blijven aansluiten. Dat lukt niet, dat lukt niet. Geen team orders, hè? Ik heb het ook, ook nog achter, ja. Alvis, die kan er 10 ronden 25 seconden wegrijden. Hij wel, ja. Thanks, I guess. Funny. 9 rondjes. Ik geloof dat de safety car ook niet echt constant rijdt, toch wel? Nee, alleen op de rechterstukken gaat die gassen normaal dan... It's going too slow! Please don't Michael! Ja, maar dat zie je dus ook in de Delta. De Delta doet precies dat. Ja. Maar het is niet zo downforce, ze kennen niet zo hard door de bocht. Dat is wel knap, hè. Zijn goed dingen was letterlijk kunnen kopiëren van vorige games. Ja, maar vorige game was het ook kut. Ja, maar niet zo kut. Nee, dat is wel. Elk jaar weten ze het te verneuken. Ja, je vraagt je af, wat is het zo lastig om een goede safety car te maken? Volgens mij is het gewoon Ik zou ook nog een keer testen, denk ik. Ja, elk jaar een nieuwe, ja. Gaan we nog niet naar binnen? Nee. De auto die moet aansluiten. Eens op, joh. Wie rijdt er nou weer Jezus. Bij ons? Ik heb de slinger voor mijn leven om die bankjes nog een beetje warm te houden, maar dat... Ja, ik heb mijn softs heb ik het al lastig van die banden. Ja, ik ook. Ik zou niet willen weten wat de mensen met de hard doen. Zijn ze nu nog geen... Ik heb moeite om ze in de 80 graden te houden. Burnouts. Ja, maar je wordt toch gelimiteerd op hoeveel gas je kunt geven op de 78 kaart? Aan het eind wel. Nee, maar voor mij nu ook. Als je nu vol gas zou geven, dan... Dan gaat hij niet vol, hoor. Nee. Wat? Wat de fuck? Als ik mijn voorvleugel kapot is, zeg maar, boys. Godverdomme, jongens. Dit... 46! Dit is een finish onder de safety car? Ik denk het wel. Dit is zo nep, ik vind het zo fucking nep. Nou, daar gaan de penalties. De einde ging nog achteraan. Hallo, safety car, gaan we dan naar binnen? Ja, wat is dit, hé? Gele vlaggen. Het is nog debris on the track, hè? Ik had nog nieuwe spots! Debris on the track! Debris on the track! Debris on the track, jongens! Dat is debris! Pak je toosjes! Ah, ik denk pauze dan maar.
Waarom jouw schuld blijft? Zal jouw schuld blijven? Yo ho! Ik zit nog te kijken naar de guy die met zijn vlag. Met zijn vlag. Ja, de camera is toch gewoon blijven hangen? Er is weer. Maar we zijn ook nog een rondje, denk ik. Spannend hoor. Ja, ik ga het straks doen. Ronde 51, dan gaan we straks. Jongens, als de race nu eindigt, dan is het de Ferrari 1-2. Het is gewoon rigged. Het is gewoon rigged. De Ferrari International Assistant. Het is gewoon rigged. Nee, hier klagen wij aan. Albus, laat je horen! Ferrari International Assistant! Let's go! Ja, jongens. Deze race accepteren we niet. Wij gaan niet akkoord. Hij is een herstel. Het is gevaarlijk om nog te verder te lopen. Ik vind het een beetje gevaarlijk. Jongens. Wat een game. Welke ronde zitten we in? De game moet wel finishen, anders... Ja, dat gaat het telt u niet mee. Ik heb nog bandjes, ik wil rijden. Voor never shit. Nou, wegwezen, safety car. Lichten uit. Lichten zijn wel uit. Of niet? Nee, hoor. Geen paniek. Oh, daar gaan we. Oh, je cinema mode. Ja, wordt niet hem. Ja, die heeft gewoon een mooi positie. Gewoon nog een rondje. Nou, wel mooi. We kunnen even genieten van de auto van de Enjoy. Zeker. Ben ik blij dat ik hem al raak. Het is een mooie auto, hè. Wat een mooie auto. We hebben nog nooit eerder zoiets gezien, dus... Nee. Wie heeft dit bedacht? Neem het er even van. Geniet even. Wie heeft dit überhaupt bedacht? Dit is een ontspanningsmomentje, hè. Dan moet het was wel een safety car, of nu kun je gewoon even wat water drinken en zo. Ja, iedereen kan even gaan pissen. Ja, ik kan het makkelijk even drinken. Stay hydrated, everyone. Ja, die meneer met die vlag, die blijft het gevoel. Die blijft zwaaien, hoor. Die heeft een lamme arm. Hey! Nu dan! Jezus! Hij is ding! Oh, ijskoude bandjes, jongens! Ja, lekker dit! Oh, kut! Enjoy! Doe ik mijn gas op? Nee. Dit is ook lekker, hè? Terug in VR-mode. Het is aan. Oh, jezus! Ga je naar links? De bocht is... Wat doet iedereen? What the fuck? Wat doet iedereen? Jullie hebben mij 30 seconden straf aan mijn broek! Nee, je rijdt zelf de verkeerde kant op, idioot! Je volgt dan niet de fucking safety car! Ja, je moet die gekken niet volgen! Je volgt zo Enjoy die bocht door! What the fuck is dit nou weer dan? Iedereen is zo is. Weet je... Enjoy. Iedereen volgt onze compliment, hè? Ja. Ik ga gewoon de normale bocht langs. Ja, ik denk al, is de track veranderd of what the fuck? Dat was zo veranderd. Iedereen ging gewoon blind achter de baan. Oh, what the fuck. Waarom is Smash geen boos? Ik ben met jou aan het battlen, dan word ik een doos. Holy hell. Nee, alsjeblieft, ga niet in de weg van me rijden, alsjeblieft. Rijdt er nog iemand in VR rond, of niet? Niet meer. Nee. Ja, ik heb sowieso ik nog nooit in VR. Ik weet niet wat voor werkelijkheid dit is, maar ik wil er niet in leven. Oh, nog een penalty. Hoppa. Het is al een VR naar de safety car. Ik zit nu in een flat screen te spelen in mijn VR. Hoppa. Smash. Rijd door of ga weg. Hij remt zo wel. Nee! Waarom had Showstopper mij in? Iedereen voor me is ghosted. Dat je ghost bent. Oh, waarom? Safety car, daar gaan we weer. What? Safety car. Yeah. What the fuck? De laatste vijf rondes, really? Oh, jongen! Oh. Er klapt er iemand achterop? Ja, dat is leeg. Die rest van de beest niet meer ghosted. Wat is dit? Ja, ik kan. Thanks, Smash! Hey, jongens. Dat is een fijne race. Dit wordt een prachtige overwinning van mij op deze race. Ja, ik wou zeggen, Niels gaat nu gewoon winnen. Wat is dit? Hey, die ghosts waren ook gebukt, man. Ja, jij hebt 8 seconden, ik heb er maar 6. Ah, kut.
En voor ons heeft iedereen zo'n beetje 16 of 20 of zo, omdat ze allemaal dachten, nou, we gaan gewoon een andere track layout krijgen. Ja, man. Hoe? Waarom? Wie deed dat? Why? Enjoy, dokter. Waarom rijden dan? Ja, waarom rijden dan? Ja, het zal wel weer een bug zijn, weet je, voordat ik gedisqualified word of zo. Nee, ja, ik dacht, fuck it, ik ga gewoon de normale track nemen. Jullie zoeken het maar lekker uit. Ja, dit wordt echt in de safety car finish, denk ik. Ja, dat denk ik. Ja, als we dit filmpje zo meteen krijgen, wel ja. Ja, ja, waar blijft dat filmpje? Kom. Ja, dat blijft dat filmpje. Ik heb kort nog een taak voor het filmpje, hè. Staat Dannen bij jullie ook nog op het scorebord? Ja, ja, bij mij staat hij nog beste. Ja. En Captain bij mij, en Captain bij mij ronde 18. AI control. Ja, jongens, geniet ervan, hè. Ah, kom op, zeg. Pak nou, geen Ferrari E2 meer. The best fans in the world. Nee. Wat een shit show, zeg. Ik ben Hamilton, hè, dus the best fans in the world. Great race en al. Yeah. Veel te veel penalties om nog wat te kunnen doen. Nee, dit is echt vooruit gegaan. Ja. Ja. Je kunt geen klot doen. Ending. Oh shit. Dit water te drinken, joh. Doe maar hij stopt nu gewoon in dezelfde ronde al of zo. Hij stopt al in rond 49. Ja. Ik dacht dat we daar net in zaten. Beter. Oh, bandjes zijn nog ijskoud. Jongens, links afgaan weer, links afgaan. Och jezus, stilstaan hier. Hij zal gaan, hè, ik weet niet. Linksaf, enjoy, linksaf! Wie gaat nou weer linksaf? Ja, iemand rijdt mijn fucking vleugel eraf. Wie is dat? Hé, hey, maar... Ja, jullie rennen een beetje weer, spijt me, maar jullie gingen, ja, jullie rennen weer. Kom op, man. Ja, ik kan er niks aan doen, dude. Waar ben je ziet dat er een safety car is. Ja. Nou, bij mij is de fucking bij mij staat hij afgelopen en enjoy ging vol gas ineens. Ik dacht, nou ja, hij gaat niet. Waarom koos iedereen voor mij? Ja, omdat je bij mij op een ronde staat. Jezus, ja, je hebt mijn fucking vleugel eraf gereden. Dus dat is gelukt. Het is echt gewoon de race van vandaag. Maar waar krijg ik nu ineens een 7 seconden time penalty voor? Bij mij ging je gewoon weer de verkeerde kant op, hoor. Nee, bij mij niet. Ik pak gewoon die laatste bot zoals je moet pakken. Nee, ja, jij ging weer de andere kant. De game deed het. Ik zeg niet dat jij het deed, maar de game deed het wel. Oké. En nu krijg je bloed geluid. Wat gebeurt hier? Nieuw, zij staat bij mij ook op een ronde achterstand. Ja, bij mij staat jij op een ronde achterstand. Wat een fantastische game dit. Ja, oké. Dit is helemaal killis voor mij. What the fuck, ja. Ja. What the fuck? Yep. Waarom rijdt Caps gewoon Caps, sorry. Ik snap het niet meer. Ik hoor niet, het is helemaal bug, man. Gewoon Caps volgen. Oost op elkaar ook. Is dit voor weirde shit, man? Ik wil maar weer gewoon F21 gaan spelen, man. Of safety car uitzetten. Ja, dat is wel ja. Approaching back marker. Nou, ik heb even weten, kijk. Nu heb ik ineens weer een blue. What the fuck, man. Overal spookjes. En zo linksaf, hè? Gewoon proberen. Ja, dat doe ik al de hele tijd.
is die weer, het gevaar. Is het bij iedereen wel lap 51? 52. 53. Wat? Wat? Hey, wat? Wat? Dus dat hebben we heel goed geloofd, jongens. Inderdaad. De laatste is in. Nou, niks verbaasd meer hoor, ik weet niet. Nee, hij is snel, maar met alles wat er is gebeurd en die crash is hij niet zo snel. Alvis, je weet dat jij nu als een soort van buffer moet fungeren, hè? Nou, zullen jij dat ook niet even doen? Even iedereen ophouden nu. Echt gesproken. Ik heb zij nog maar 1 minuut 28 achter mij. Ja, dat is toch gevaarlijk. Kom je dichterbij. Yeah. Ah, jongen! Ah, jongen, man. Wat een lul. Echt, wat een lul. Nou, Hè? Eén ronde vroeg? Wat is dit nou weer? Nee, is verbaasd. Nee, jij bent gelift. Dat heb ik toch gezegd. Ah, ik heb nog een probleem. Wat? What the fuck? Wat?